Het is voorjaar en voor het Veenkoloniaal Museum gaat de 31ste grote omloop van de Veenkolonie van start. De renners rijden langs het prachtige Bourtange. Als de renners daar voorbij zijn, hebben we een kopgroep van 6 man. Daarin zitten onder andere Adrie Lindeman, Robin Leuwik, Lieven Antonissen, Jelle Johannik, Jelle Bootsveld en Kaal Achterberg. Niet veel later wordt de kopgroep teruggepakt en blijft het peloton een lange tijd gesloten. Veel mensen proberen aan te vallen, maar niemand komt echt weg. Dan zien we Jelmer Asjes, de renner van wielerploeg Groot Amsterdam. Die krijgt toch wel een behoorlijke voorsprong. 30 seconden rijdt hij voor het peloton uit, maar ook hij blijft continu in het zicht van het jagende peloton. Hij blijft niet lang alleen, want Arno Kleinjan weet de oversteek te maken. De 24-jarige renner van Jan van Arkel draait goed mee en de voorsprong blijft in stand. Toch valt het achter hen ook niet stil. Het peloton blijft rijden en hoopt nog steeds op een massasprint. Wie dat niet wil is Adrie Lindeman. De 32-jarige renner van NWVG geeft flink gas en met nog 10 kilometer te gaan rijdt hij solo voor de groep uit. Het peloton blijft echter ook doorrijden en in de straten van Veendam wordt er gesprint om de zegen. Jeff Vermeulen wordt perfect afgezet en lijkt hier de wedstrijd op zijn naam te schrijven. Maar het is de jonge Jesper Ras die er nog net onderdoor komt. Yes! Ras wint en is blij. Jeff Vermeulen is vooral boos. Ja, wat moet je dan uitleggen? Dommer dan dit kan natuurlijk niet. Ik zie de streep liggen. Ik denk dat ik er ben, maar goed. Ja. Heel stom. Ja, hij juicht te vroeg. En ik had heel veel snelheid. Ik ging echt wel meer naar hem toe. Dus ik had nog wel hoop dat ik over hem heen zou kunnen komen. Maar toen stak hij zijn handen omhoog. De finish is at the finish line, zeggen we altijd. Dus ik kon er nog overheen komen. Op een uitstekende manier al eerste werd in de KTM in de ronde van woensdag. De 20-jarige man uit Zandvoort, Jesper Ras! De winnaar van de 31ste omloop van de Veenkolonie is Jesper Ras van West-Frisia. Tweede wordt Jeff Vermeulen van Volker Wessels. En op de derde plaats vinden we Ramon van Bokhoven van wielervereniging De Jonge Renner. De troostprijs was voor de aanvaller van de dag. Adrie Lindeman gaat naar huis met de prijs voor de strijdlust. Nee, ja, ik ben niet echt rap, dus moet toch blijven proberen. En vandaag ook gedaan. Maar je geniet er ontzettend van, hè? Vandaag was het wel, kreeg wel weinig ruimte, zeg maar, de hele dag. Dus dan is het wat minder leuk. Maar ja, het is voor mij de enige manier om een beetje voorin te komen. Dus vandaar. Een gelukkige opa, want zijn kleinzoon pakt niet alleen de leiderstrui, maar ook de trui voor beste jongeren in de clubcompetitie. Ja, het is al mijn derde trui dit seizoen. Maar om een leider in de clubcompetitie te zijn, dat is echt fantastisch. Want welke trui heb je nog meer? De BN De Stem criteriumklassement van Brabant. Morgen moet ik de volgende weer verdedigen. Dus ik heb al 3 truien dit seizoen. Tot zover het verslag van de 31ste omloop van de Veenkolonie. Op 14 april hebben we de tweede afspraak in de clubcompetitie. Dan staat de Zuiderzeeronde op het programma. Voor de volledige uitslag en informatie over de klassementen ga je naar www.clubcompetitie.nu of download je de app.